beker die gewonnen wordt. Wat mij opviel bij Ajax was, waren twee mannen, was Ebisilio met name en weer Vermeer. Ja, ik vond Ebisilio de aanvaller bij Ajax met de meeste dreiging. We gaan het heel erg geven, maar ze gaan nu... Dat zou toch wel gaan werken op een gegeven moment, dat er zoveel bepaalde spelers weg zijn. Maar ze staan er weer, Boske, de meest blije van allemaal, vermoed ik. Het is niet zijn seizoen als tweede keeper, het is wel zijn beker. En hij werd niet voor niets ook het meest bejubeld na het laatste fluitsignaal. Arnold Brugging naar op de achtergrond. Hij mag er ook een beker bijschrijven op zijn palmaris. Theo Jansen, 4 doelpunten. Hij de topscorer van de FC Twente in het bekertoernooi. Schreuder en Landsaat. En Theo Pauwplas zal de beker uit gaan rijden. Kortom, houdt het bij zijn pak, zo te zien. En toch een succestrainer in Enschede met een Johan Cruijffschaal en een beker. Het moment daar waar heel Enschede op wacht. De uitreiking van de KNVB-beker 2010-2011. En een prachtige finale is voor FC Twente. Niemand minder dan de... En natuurlijk, na Bisschop is hij voor Boske. De man die feest in Enschede. Het zal een klein feestje blijven, want op 15 mei, volgende week zondag, 14:30, dan moet... Ik ga gewoon een beetje jou horen. Turned the race, and that I think we deserve champion.